André Kooi, project marketing manager in onder andere Haaksbergen. Ik heb gehoord dat er een webshop Shoppen in Haaksbergen gelanceerd is. Ik moet ook even .nl erachter te zetten. Zou je mij daar iets van kunnen vertellen? Ja, zeker kan ik dat. Hij is inderdaad gelanceerd. Anderhalve week geleden zijn we eigenlijk echt live gegaan en hebben een anderhalve week getest om te kijken of alles ook doet wat het zou moeten doen. Hè? Dus komen de betalingen binnen, wordt de bezorger geïnformeerd, dat soort zaken. Hoe is het ingeregeld bij het pick-up-punt van de pakketjes? Dus we zijn inderdaad live. Aankomende week start een uitgebreide promotiecampagne in rond Haaksbergen en wat A0 borden langs de weg en Facebook. Eigenlijk om heel Haaksbergen te informeren dat het er is. En wat is het nou eigenlijk? Ja, heel simpel gezegd een webshop. Maar niet zomaar een webshop. Meer we noemen het eigenlijk een platform waar eigenlijk alle ondernemers in Haaksbergen, of het nou een winkelier is zoals in deze straat, maar ook ZZP'ers, eigenlijk iedereen die iets aan te bieden heeft, een plek kan krijgen en zijn producten en diensten kan aanbieden op één omgeving. Waardoor je eigenlijk niet alleen fysiek kan winkelen in Haaksbergen, maar nu ook online kan winkelen in Haaksbergen. Ja. Hoe doe je dat met bestellen? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, bestellen is eigenlijk heel simpel. De consument gaat naar de webshop, shoppeninhaaksbergen.nl, kijkt even rond, heeft een leuk product gezien, klikt dat aan, stopt het in de winkelwagen, rekent af met iDeal. En vervolgens gaat er op de achtergrond een heel proces in werking. Namelijk, hij zelf krijgt natuurlijk een bevestiging. Maar er gaat ook een melding naar de winkelier. Er gaat een melding naar degene die bezorgt, dat is Noordendorp Transport. En dan vervolgens moet de winkelier zeg maar uiteraard natuurlijk het pakketje mooi inpakken. Kan hij het afleveren bij de VVV op de Stationsstraat. En daar komt Noordendorp het pakketje dezelfde dag nog ophalen en bezorgen bij degene die het besteld heeft. Dus eigenlijk vandaag besteld voor 1 uur, vanavond bezorgd. En is het de bedoeling dat je altijd in de lucht blijft of is het alleen dus maar in deze periode van de corona? Nee, zeker niet. Kijk, de aanleiding was natuurlijk corona, absoluut. Want hoe kun je nou de lokale ondernemers ondersteunen? Dus de aanleiding was dat wel. Maar als je kijkt naar Nederland en wat er allemaal aangeboden wordt, is zeg maar een online platform, een lokaal online platform, heel erg belangrijk, ook voor lokale ondernemers. Dus we wilden eigenlijk niet alleen in de coronatijd, maar ook voor de komende, noem het maar 10 jaar, ja, puntje. Iets ontwikkelen voor lange duur. Ja. Okay. Ik ben zeker niet klaar met het werk, want het begint pas. Hè. Kijk, iets ontwikkelen is één, maar zorgen dat het uitgebouwd wordt en blijft is natuurlijk veel belangrijker. Dus we zijn zeker niet klaar. Dus ook komend jaar zullen we hier vanuit Haaksbergen natuurlijk, samen met de HOV en de geluiden die ik vanuit het gemeentehuis krijg, willen ook nog wel ondersteunen. Ja, dit platform verder uitbouwen. En daarnaast natuurlijk gewoon bezig met onze eigen werkzaamheden als Haaksbergen natuurlijk om toeristen te verleiden Haaksbergen te bezoeken. Want uiteindelijk gaat het erom. De lokale economie moet goed blijven draaien. Ja. En daar passen eigenlijk alle activiteiten in die we doen. En deze webshop natuurlijk helemaal.